De verkiezingen komen dichterbij en de tv-debatten vliegen je om de oren. Welk thema is nu echt het belangrijkst in onze keuze? Nog precies 2 weken en dan staan we met z'n allen weer in de stemlokalen. Veel mensen hebben inmiddels al een stemwijzer ingevuld en op tv zijn de lijsttrekkersdebatten volop te volgen. Belangrijke thema's worden hierbij uitvoerig besproken. Maar wat is er voor u nou het belangrijkste thema deze verkiezingen? Bepaalt de woningmarkt op wie u stemt of vindt u migratie en asiel belangrijker? Of toch het klimaat? De verkiezingen zijn binnenkort. Wat is voor u het belangrijkste thema binnen deze verkiezingen? Zoals energie, klimaat, migratie, zorg of bestaanszekerheid? Nou, bestaanszekerheid en zorg voor ouderen. Zorg en eventueel de woonruimte voor ouderen. Woningen en klimaat is natuurlijk belangrijk en migratie. Ik vind het wel heel belangrijk, woningen, woningnood. Ik heb zelf 2 zoons, waarvan eentje 23. Ja, en die willen ook wel graag op de rij wonen. Dat vind ik toch wel een van de belangrijkste punten. Dus migratie is een issue wat in Nederland aangepakt moet worden. En verder de woningproblematiek. Dat zijn eigenlijk denk ik de 2 belangrijkste issues. Ik vind migratie wel een belangrijk thema inderdaad, ja. Ik denk migratie en milieu, ja. Zorg, en die gaat heel erg achteruit. Op welke partij zou u nu sowieso niet stemmen als u... Nou, Wilders bijvoorbeeld. Nou, de VVD heeft er niet zoveel van gebakken de laatste tijd. En nou, de anderen die daar zitten ook niet. Dus... Wauw. Nou, ik ben sowieso meer links dan rechts. Dus nou, daar heb ik niet zo heel veel keuze tegenwoordig. Dus ik ben nog een beetje zwevend welke partij het echt gaat worden. Maar rechts zal het niet worden. Niet? Ik zou nooit PVV of Forum voor Democratie stemmen. Ik zou sowieso niet richting PVV of FVD gaan. Omdat die nou ja, ver van mijn standpunt verwijderd zijn wat dit betreft. Ja. Ja, op alle rechtse partijen eigenlijk. Ja. Ja, die kleine partijen, dat zegt me allemaal niks. Dus en ik ben er nog niet uit, ik weet het niet. Ik vind het heel moeilijk dit keer. Geen flauw idee. Dat moet ik nog even helemaal bekijken. Maar ik heb stemwijzer heb ik ingevuld. En daar kwam ik op plus 50 uit. En BBB. Dus ik denk dat het wel BBB wordt. Ja. De boeren. Ja, de boeren, ja. Vanuit de verkiezingen gaan we even terug naar een onderwerp waar het vorige kabinet zich vooral mee bezig hield. Namelijk de toeslagenaffaire. Duizenden mensen zijn door de Belastingdienst onterecht beschuldigd van fraude en met enorme schulden als gevolg. In opdracht van de SP heeft fotograaf Bert Teunissen een fotoboek gemaakt over de toeslagenaffaire. In dit boek krijgen de slachtoffers van het schandaal een gezicht. Momenteel is er een expositie op plein 44 waar een deel van de foto's te zien is. Ja, dit zijn 8 foto's uit het boek Weggecijferd, teruggevochten. Het zijn foto's gemaakt door Bert Teunissen, fotograaf, om eigenlijk de mensen die... getroffen zijn door deze toeslagenaffaire en zwaar getroffen zijn, een gezicht te geven. En door ze te zien hopen we dat dit niet vergeten wordt en dat mensen dit ook anders beoordelen. Fotograaf Bert Teunissen heeft de toeslagenaffaire op de voet gevolgd. Hij heeft de gedupeerden van het schandaal op een persoonlijke manier vastgelegd. De foto's zijn trouwens allemaal bij de mensen thuis zelf genomen. Dus de fotograaf is erheen gegaan. Indrukwekkende sessie die hij gehad heeft ook. Want het grijpt je ook aan om zo'n fotoserie te maken. Want je ziet de situatie achter de mensen en je ziet de mensen recht in de ogen. Door wantrouwen bij de kindertoeslagenaffaire zijn hele families uit elkaar gevallen. Kinderen uit huis geplaatst door de stress, door de schulden die er ontstaan zijn. Want we hebben het natuurlijk niet over kleine schulden. Mensen zijn enorme schulden geraakt en dat is ook nog steeds niet opgelost. Hè. De expositie op plein 44 heeft 1 duidelijke boodschap. Dat dit gewoon nooit meer mag gebeuren. Dat is heel duidelijk. We hebben natuurlijk gezien dat door die toeslagenaffaire een kabinet gevallen is. Daarna hebben we ook weer gezien dat hetzelfde kabinet even leuk weer opnieuw herkozen is. Dat is triest dat dat gebeurt. En ja, de boodschap is denk heel goed na over op wie je gaat stemmen de 22e. Dat is gewoon heel belangrijk, de keuzes die je maakt. En zorg dat er geen mensen komen te zitten die voor een verkiezing van alles beloven en na de verkiezing het gewoon niet namaken.
Omwonenden zijn blij dat de vervuilende asfaltfabriek in Nijmegen-West verdwijnt. Wel hebben ze zo hun bedenkingen bij de manier waarop dat gebeurt. De gemeente telt bijna 7 miljoen euro neer om asfaltcentrale APN uit te kopen. Door te betalen voor het vertrek wordt de vervuiler eigenlijk beloond, vinden buurtbewoners. En het is ook nog van ons belastinggeld, aldus de buurt. Toch vindt wethouder Tobias van Elveren niet dat APN een zak geld meekrijgt. Ze hebben ervoor gekozen om APN de installatie te laten taxeren. De waarde van die taxatie is als uitgangspunt genomen. Er is zelfs minder betaald. Het is alleen een vergoeding geweest voor de aankoop, aldus de wethouder. De leesvaardigheid van kinderen gaat al jaren achteruit. Vooral jongens lezen steeds minder graag en goed, stellen Radboudsonderzoekers Margriet van Hek en Gerbert Kraaikamp. Zij onderzochten daarom hoe scholen en ouders de leesmotivatie kunnen vergroten. De wetenschappers deden hun onderzoek naar aanleiding van de uitkomsten van de studie van het programma voor internationale studentenbeoordeling. Daaruit bleek dat Nederlandse kinderen steeds minder goed en graag lezen. Opvallend is dat jongens in alle onderzochte landen lezen over het algemeen minder leuk vinden dan meisjes. Meer uitkomsten van dit onderzoek zijn te lezen op onze website rn7.nl. De Raad van State gaat dit jaar geen duidelijkheid meer geven over de aanleg van een nieuw stuk snelweg A15 tussen Zevenaar en Bemmel. De uitspraak van de hoogste rechter in ons land is opnieuw vertraagd. De snelweg moet het drukke verkeer op de A12 ontlasten. Het wordt voor inwoners van de Achterhoek en Liemers een extra snelwegoptie naar het westen en andersom. In de zomer van 2020 werd de zaak behandeld in Den Haag. Ruim 3 jaar later is er echter nog altijd geen duidelijkheid. Oog in oog komen te staan met de wolf. Dat kan je in het echt gebeuren in onze regio, maar straks kun je een dode wolf van wel heel dichtbij bewonderen in Museum de Bastij in Nijmegen. Ze hebben de jonge wolf die onlangs is aangereden bij Zevenaar en vervolgens is doodgeschoten uit de vrieskist gehaald. Er wordt nu gekeken of het dier kan worden opgezet. Hier zijn we bezig met het beoordelen van de wolf die binnen is gekomen. Onze preparateur kijkt of we deze wolf kunnen opzetten voor het Museum de Bastij. De vacht van de wolf lijkt goed genoeg. En dat betekent dat het dier kan worden opgezet. Deze wolf die is helaas aangereden in ons dichtbevolkte land. Hij is vervolgens neergeschoten om hem uit zijn lijden te verlossen. En vervolgens bij de Wageningen Universiteit terechtgekomen. Daar hebben ze gekeken van wat is er overkomen met deze wolf. En wij gaan hem vervolgens opzetten. Het wordt nog een uitdaging om de juiste blik van de wolf te creëren. Hij moet niet scheel kijken natuurlijk. Daar kan tijdens het droogproces ook nog het een en ander aan misgaan als je niet goed in de gaten houdt. Maar hij moet een sprekende blik krijgen, een levendige blik. En dat is niet simpel voor een dood dier. Wanneer krijg je nou de kans om zo'n wild dier van zo dichtbij te kunnen bekijken dat je zijn wenkbrauwharen kunt tellen en zijn snorharen. Dat je kan zien hoe zijn oor in elkaar zit. Dat is een kans die je in het wild eigenlijk gewoon niet krijgt. En dat is het waardevolle. Daarmee kunnen we mensen, jong en oud, educatief helpen. Volgend jaar rond het voorjaar hoopt het Museum de Bastij in Nijmegen de wolf klaar te hebben. En dan kan het dier door iedereen worden bekeken. Met of zonder kogelgat, dat is nog even afwachten. Vandaag hadden we vooral in de middag even met een regengebied te maken, maar ook vanavond houden we het nog niet overal droog. Morgen start de dag met nog enkele buien die naar het oosten wegtrekken, waarna het vervolgens enige tijd droog wordt. In de loop van de middag dienen weer enkele nieuwe buien aan en wordt het maximaal zo'n 11 graden. De dagen erna blijft het wisselvallig. Hoewel de hoeveelheid neerslag iets afneemt, kan er wel van tijd tot tijd een bui vallen. Tussen de buien door is er af en toe wat ruimte voor de zon. De temperatuur loopt langzaamaan iets terug en in het weekend kan er plaatselijk aan de grond wat nachtvorst ontstaan. Tot zover het RN7 Regio Nieuws van woensdag 8 november. Morgen zijn we weer terug en dan met een speciale uitzending. We maken dan een uitzending vanaf de Lestermert in Druten en die uitzending staat dan ook geheel in het teken van deze veemarkt. Mis het niet en kijk vanaf 6 uur 's avonds ieder half uur naar RN7 voor deze uitzending. Graag tot dan!